هذا سوني ما جرى ذلك اليوم لا عبد الله باكستاني هندي بنغلاديش
يلا يلا خلص. سبحان الله وبحمده وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده وحده صدق وعده صدق وعده ونصر عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وكره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد الله أكبر قطاع الرحمن ورجل الشيطان وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا Yeah.
ابليس. بين الريود يديرة. اسمعي الهادفة حلوة، اسمعي مني و... السلام عليكم يا سيدي. Belangrijke oorlog in islamische geschiedenis, zeg maar. De Uhud is één daarvan. En het is in Medina en Munawwara plaatsgevonden. Het is een heel erg belangrijk. Hier is dus de oom van Rasool, hier zouden komen.
vergaderen met de mensen om ze heen. Resulallah heeft zelf gezegd zijn eigen mening. We hoeven niet de oorlog voeren. We moeten wachten, want het is niet onze tijd. Want de jongeren, die, daar leren wij dat het vergadering heel erg belangrijk is. En dat meningen die daar ook bij horen, die zijn ook heel erg belangrijk. Als je wat besloten hebt, moet je ook nakomen. Op het gegeven moment zijn er hier grote generaal gewonnen, want hij zat steeds maar te denken. Want niet een gewone man, Resulallah was herder. Een gewone man kon zo'n oorlog niet voeren. Dus dat was een idee van je, dat moet een Resul zijn. Ik zou het ook niet echt een oorlog noemen, want er is niet echt een strijd gevoerd. Ja. Alleen Hazrat Ali, schoonzoon van Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, heeft met een die mesjid die, even kijken, die daarboven, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, gebed gedaan. En later hebben ze er dus gewoon een mesjid van gebouwd. Maar wordt het niet gebruikt? Alleen de organisatoren die weten waar het is. En de Oh!
الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Cennet-i Baki. Hier zijn dus gewoon al die ashabe kiram begraven. Emine Veren'in çevresi bayağı birazcık yeşillik gözüküyor.